laser, yay! Kijk! Die heeft heel veel laser. Moet ik even een krukje pakken? Ja? Ja, nou, mezelf. Kijk Bel, dit is de plotselinge Poedie. Jij bent ook wel erg plotseling, hè? Ja. En ik vind dit ook wel het gekste paard van stal, maar dat is Bella ook. Kijk Bel, dit is een graphic novel. Er staan ontzettend veel illustraties in een lopende tekst. Veel woorden zijn uitgelicht. Er staan heel veel grapjes in. Ik hoop dat jij die grapjes ook leuk vindt, hè? Dit boek is geschreven door Patricia Schinder. En de illustraties, dus de tekeningen, van Sabine Rotmund. Het is uitgegeven door de Vier Windstreken. Het is nu verkrijgbaar in de boekhandel. En het kost maar €14,95. Nou Pony, ik ga de samenvatting lezen, want die staat meestal op de achterkant. Ja, zeg je. Goed zo. Word ik nou gek of hoor ik een paard? Denkt Noor. Dit is Noor. Als er geen lucht hoort in het trappenhuis, ineens staat er een pony op de gang. Een echte! Dat is niet normaal, dat snapt Noor meteen. Zeker wanneer die pony ook nog eens tegen haar begint te praten. En wat hebben buurmeisje Penny en haar prachtige paardenstaarten mee te maken? Noor gaat op onderzoek uit en vindt Penny in de ponyhof hopperweide terug. En wel als pony! Doorgedragen graphic novel voor alle ponymeisjes en hun beste vriendinnen. Ik ga je een klein stukje voorlezen als je dat goed vindt. Sorry, zegt ze. Het spijt me echt hoor. Maar ik heb nu eenmaal geen hulp meer nodig. En verklik me alsjeblieft niet. Het meisje draait zich op haar hakken om en rent zo hard de trap af dat je zou denken dat er een horde woeste, briesende wilde paarden achter haar aan zit. En ik, Noor Polmeester, sta als door de bliksem getroffen. Mijn mond gaat open en dicht en dan nog een keer open en dicht. Net als de vissen in papa's aquarium. Er staat een plaatje bij van allemaal visjes die in haar vaders aquarium zitten. De stappen van het meisje galmen in het trappenhuis. Trappel, trappel, trappel. Even later valt de voordeur in het slot. Knal! Daarna duurt het nog een poosje voordat mijn spieren zich herinneren wat ze hoorden te doen. Waarschijnlijk zou oma Trudy in dezelfde tijd de 3 taarten hebben gebakken. Er zijn hier 3 taarten en oma Trudy. Ik spring omlaag op de tussenetage om uit het raam te kijken. Maar natuurlijk is het ponymeisje al lang uit zicht verdwenen. Nou, Bel en ik hebben het met veel plezier gelezen. Ik moest alleen wel even wennen op het begin hoe het is geschreven. Want het is net of iets anders dan in een ander boek. Maar ja, dat houdt de lore niet vanaf. Ik vind het een hartstikke leuk boek. Waarschijnlijk Bel ook. En als je wilt weten hoe Penny in een pony verandert, nou ja, dan moet je het boek gaan lezen. Bel en ik weet het al, hè? Ja. Zo goed geheim, hè? Ja. Als je dus wil springen en je moeder is aan het rijden, daar, ergens, waar ben je? Daar. Dan zul je dus zelf moeten bouwen. Nou, dat doet ze gewoon ook echt heel handig. Bel vindt het allemaal best. Ik heb lekker mee. Ze werken heel lekker aan het rijden met Verona. Oh ja, en even niet vergeten dat ik nog even wilde zeggen dat het regent, hè? Tessa zit er ondertussen weer op. Hij gaat in volle renstap. Over de balkjes, heel goed.
was een heerlijk rustig dagje. Het is wel heel winderig en het waait. Dus ik ga naar huis toe. Tess komt er zo aan. Is nog even een vliegendekkel bel aan het doen. En dan hebben ze alles weer gehad voor vandaag. En ja, we gaan vanavond zouden we gaan barbecuen. Of dat doorgaat met deze wind en regen, dat weet ik niet. Ja, anders eten we vast iets anders lekkers. Morgen zijn vrouw en Henja vrij, dan niet. Eigenlijk, ja, ik moet wel gewoon werken, maar Kim komt pakjes inpakken. Dus die doet andere workshops. Dat scheelt mij enorm veel tijd, dus ik ga morgen gewoon editen. Nou, zien we morgen weer. Zo, we zijn bij... Nou, ma, zeg jij het maar. We zijn in Weert en we gaan naar stal. Weet ik niet meer hoe die heet. Maar dan weet ik niet meer hoe ik moet rijden. Ja, je moet... Het is zo meteen aan het einde van de weg hier. Oh, oké. Okay. Kolenbloem. Oh, we gaan naar Stal Korenbloem. En daar in de property staan. Wauw. En dan hebben we daar de Cook Social Barbecue. Ik heb zelfs mijn teenslippers aan. Dat heb ik echt nooit aan. Zeker niet naar Stal. Maar... Teenslippers? Ja, dat is mijn, mijn barbecue outfit. Is dat. Je barbecue outfit. Heb jij een barbecue outfit? En, mijn slippers. Oh, oké. Okay. Nou, Kim, heb je er zin in? Ja. Nou, als ik... Nou, als je... Nou, je kan het niet zien op de telefoon. We moeten nog 1 minuut en 900 meter. Maar het is hier. Hier. Niet zo hard. Oh. Rustig aan. Ja, we hebben het gevonden. Oké, okay, waar... Ze hebben het gevonden hoor. Stal Korenbloem. Top quality dressage horses. Kennen we die mevrouw die erop zit? Lijkt een beetje op Ankie. Een hele oprijlaan hebben we hier. Met, hoe heet die dingen? Bloemies. Bloemies. Er is iemand die ze dan ook allemaal water geeft. Dus ze hebben hier ook een magriet. Een meertje, oké. Mijn moeder moet water geven als ze... Ja. Zijn paardje. Ik denk dat we moeten verhuizen, jongens. Vind ik ook. Ik wil hier wel wonen. Oh, nou. Leuk. Ja, zie ik. Kijk toch wat leuke huisjes voor onze paarden. Het heet de stallen. Ja, maar dit is toch hartstikke leuk. Ze hebben zelfs een eigen bloemetje. Ja, paatje, heb jij je eigen bloemie? Ik wil daar staan, maar ik weet niet of ik daar kom. Want hier pas goed is. En is iedereen van Go Social hoor? Ja. Wees zeg, ja, we zijn er. Ze hebben zelfs een mooie vrachtwagen. Ik ga even mijn schoenen aandoen. Nou, we hebben de hele Co-Social ploeg. Nou ja, niet helemaal. Bijna helemaal. En ik mag zo even de workshop geven. Fleur die heeft gezorgd voor eten en drinken. En een waanzinnige locatie, jongens. Dit is echt gewoon goud. Ik ben voor. Ik had al bedacht dat ik hier wel wil wonen. Moet je kijken dan. Hoe cool is dat? Je zal toch zo'n huis hebben en dan zo'n stal. Ik zal straks de stallen nog even laten zien. Heb je eigen bloembakje bij paardje. We zijn op bezoek bij de Korenbloem. En wat doet Tess? Knuffelen met een paard. Want dat is wat Tess doet. Kijk, nou, ongeacht dat iedereen al verder gaat, moet Tess natuurlijk knuffelen met een paard. Dit paardje heeft een hele bijzondere uitleg. Ze is moeder. Ja. Alleen is ze een draagmoeder. Ja. Omdat ze heel erg hoog in de sport zit. Ja. En dan... kan ze nog gewoon verder sporten en dan moet ik later weer mijn huis alsnog. Oké. Nou, zullen wij meegaan met de groep, Tess? Ik moet mijn papieren neerleggen. Kom. Ja, Tess wil de volgende even kijken wie er wil knuffelen. Oh, dat gaan we wel allemaal tegelijk knuffelen. Er moet even geknuffeld worden. Ik heb geen idee welk paard het is. Ik wil ook niet weten wat die kost. Maar Tess vindt het wel een geschikte knuffelbeer. Oh, er is nog iets dat veel meer kan knuffelen, misschien. Ja. Hallo, ik kom even knuffelen, zegt ze. Ziet ze ook gelijk zo. Oké. Okay. Volgende knuffel. Vindt een beetje Binks lijken. Oké, okay, de volgende heeft een heel gek kapsel, Tess. Kijk, die heeft een vreemdsoortig kapseltje. Hallo. Nee, je bent net weer. Oeh, schrik zich dood van jou. Of je een beetje vriendelijk wil zijn tegen de paardjes.
Oh, dat is beter. En die vindt de liefde fijn. Even lekker knuffelen, even lekker ruiken. Oh ja, dit is beter. Ja, 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 ja. Kijk je uit dat het niet bijt, anders is je oor eraf. Tessa heeft een nieuwe knuffel. Hij is iets ander formaat. Nee, 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 doe dat maar niet. Dit is, doe maar niet, Tess. Nieuwe knuffel. Sabine daar aan de overkant. Die daar. Die is bij CoSocial gekomen en die is fotograaf. Nu moeten we nu moeten we ineens allemaal dingen doen. Nu heet het ineens een fotoshoot. Nu heeft ze een mening. Kijk, daar gaat ze weer. Het is allemaal op een bepaalde manier staan. Kijk, ze hebben ook... Precies, ze moeten naar elkaar kijken. Straks moeten ze zoenen, denk ik. En je krijgt wel te zien wat ze doet. Oh, heel cute. Is toch leuk? Nou, dat kunnen we niet zien. Ah, dat zijn we een vrouwelijke stel met z'n tweeën. Dat denk ik niet. Dat ze werden pogen met een boekje. Oh, zo is beter. Even wachten. Cute. Ah, oh, wat schattig. Wat leuk. Dat dus. Ja. Sabine is bij GoSocial. Hey, boos worden. Juist. Nee. Juist. Nee. Zit. Af. Af. Blijf. Hey. Zit. Zit. Blijf. Kijk uit voor zijn hoofd. Kijk, Sabine heeft weer een nieuw project. Nu moet iedereen op iedereens rug. Iedereen gaat wel elkaar op de rug. Dus, Oké, ik neem Kim wel. Kim, kom maar bij mij. Waar heb je zin om vandaag? Is niet te houden. Het groot voordeel van niet te houden is altijd dat ze heel mooi gaat lopen. Hoe meer zin ze erin heeft, hoe harder ze wil, hoe beter ze te rijden is. Ze wordt er wel altijd. Je krijgt er wel spierpijn van. Herkenbaar dit. Buiten loopt ze ook altijd zo. Het is ook wel mijn schuld hoor, jongens. Jullie weten, Tess wordt wat groot voor Bel. En we gaan even kijken naar deze pony. Ja. Hoe vind je hem zitten? Ja? Nou, mooi maatje ook wel. Ja. Is die braaf? Ja. Nou, ga lekker rijden. Wel die rijdt gelijk weg. Oh, dat is ook niet waar. Maar goed, geeft niet. Ga maar lekker rijden dan. Nou, gaat goed. We zijn nu even aan het draven. Leuke pony. Nou, gaat steeds beter. Volgens mij is het wel naar de zin. En de pony ook. En nu gaan we over naar galop. En ook dat lijkt ze prima te doen. In ponyvorm. Verona in ponyvorm, zegt ze. Oké. Okay. Vind wat, Tess? Ja. Vind wat? Oké. Okay. Dus misschien moeten we nog verder kijken. Nee, ik vind het wel leuk. Oké. Dat is waar. Goed punt. Deze pony heeft Z2 gelopen. Dus bij Bel heeft ze heel veel moeten leren. En het is ook lekker natuurlijk als je een wat ervaren pony tegenkomt. Volgens mij gaan ze nu rodeo doen. Geen Z2. Misschien kan hij wel springen ook. Doe maar.
Nou, Tess moet nog even aan de oefeningen wennen. Maar de pony die doet het prima. Doe nog maar één keertje, Tess. Tadaa! Nou, dat is een stuk makkelijker proefjes rijden dan met Bel. En hoe bevalt die, Tess? Ja, heel erg goed. Alleen de galop moest ik eerst nog wennen, maar nu gaat het echt wel goed. Ja, ik zou wel erg graag willen. Grapje! Hij is natuurlijk voor mij en hij blijft voor mij. Ik wil hem hebben. Nee, hij is voor mij. Hij is voor mij. Je mag nog wel een keer komen rijden. Maar hij is lekker voor mij. Oké. En dit is? Boefie. Boefie. En hoe oud is Boefie? Boefie is 26 en hij is al 23 jaar van mij. En hij is eigenlijk al heel lang met pensioen, maar volgens mij is het opstappen wegrijden, toch? Dat ging zelfs heel netjes in het krulletje. Dat ging bij mij zelfs moeilijk, maar volgens mij vindt hij het leuk. Okay. En jij doet het ook goed. Dank je. Dus nu gaan we dan gewoon de video opnemen. Hallo, wie ben jij? Hallo. Ja. Jij bent Kenzo, hè? Ja. Volgens mij ben je wel een... Oh, hij gaat er vandoor. Volgens mij is het wel een allemans vriendje. Ja. Kenzo, kijk eens. Hier, komt hier. Hier zo neer. Ga zitten. Kijk eens, zitten. Even mooi kijken. Nee. Oh, kijk. Ze worden allemaal getraind, de honden hier, om op de video te gaan. Kenzo. Hallo, schat. Ja. We moeten even samen vloggen. Ja. Nou, of je me niet af wil likken, dat hoeft dan ook weer niet. Braaf hoor. Zo, Tess is aan het verzorgen geweest. Hij is weer helemaal schoon en klaar. En hij mag weer naar zijn eigen lekkere bedje. Dag. We gaan één dag weg. Eén dag, moet je kijken. Ze heeft hier een koffer. Kijk, 3/4 is voor mij en 1/4 is voor moeder. Ik weiger er een koffer mee te nemen voor die ene dag, voor je ene schone onderbroek. En ze hier nog een hele... Moet je kijken, is toch niet normaal? Dan zijn we nog niet eens weg. Maar goed, het zal nodig zijn. Zo, wij zijn onderweg. En wat neemt Tessa mee? Dolphins. Wat zei je? Dolphins. Ja, inderdaad. En we zijn er over een uur in 16 minuten. Dus ja. En waar zijn we onderweg naartoe? Naar Apeldoorn, het Kanterel Hotel. Zin in? Ja, heel erg. We zijn in Apeldoorn. Yay! Weet je, de service is hier heel lief, want we hebben een hele grote zadelkamer. Kijk, laten we straks nog wel even zien. Ja. Oh, Christine heeft iets heel gaafs bedacht. Dat gaat ze straks vertellen. We zijn gearriveerd in onze supertrailer. Ik weet niet of je hem ergens daar nog ziet. Het is groen, dus dan zie je het waarschijnlijk misschien wel. Misschien. En Kim komt er ook aan. En dan gaan we eerst lunchen. Paardjes staan lekker in de stal. En dan gaan we lekker rijden. En ik ga naar hangmat. Eten. Zij gaat helemaal niet in de hangmat. Dus ze moet gewoon eventjes Betadine halen. Oh ja. En dan mag ze in de hangmat. Oké, ik zal even filmen hoe Kim rent. Wel op de dressuurlaars, hè? Dat ziet er niet uit. Dus niet je talent. Daar is ze. Platvoeten. Nou, we gaan lunchen. Zo, mijn eerste uur vakantie heb ik gehad. Die heb ik al slapend doorgebracht. Jawel, dat overkomt nog nooit. Nou, niet nooit, maar heb ik nooit gelegenheid voor. We gaan nu in ieder geval even naar het buitenhuisje om een route te bekijken die we zo meteen met de paardjes kunnen gaan volgen. Maar het kijk ik niet om mijn gezicht gaan, daarom kijk ik soms naar beneden. En misschien daarna maar appelgebak eten of zo. En ik denk dat het dan wel voldoende afgekoeld is om op buitenrit te gaan. Misschien. Oh. Hebben jullie een gaatje stank toevallig of niet? Oké. Okay. De beugels zijn heel lang. Of ga je bijprikken? Ga maar, Tess. Er wordt gesproeid, dus dat vinden ze dan toch een beetje spannend. Dus ons Tessaatje die loopt even voorop. Stand?
Ja, zo'n oorlogswond, hè. Kijk dan. Mijn lieveling t-shirt. We gaan hem een nieuwe laten maken bij Laura. Nou, kom, ga je mee? Ja, ook. Maak je tong naar binnen, vrouw. Tong naar binnen. Oh, dat is zo. Hey. Richting hek. Goed zo, braaf. We zijn inmiddels het bos in. Het kostte wat moeite, want beide paarden die deden een beetje vervelend. Ze wilden niet vooruit, want heen juist naar huis toe met een kleine verwonding. Niks ernstigs, maar Kim vond het toch verstandiger om gewoon lekker naar huis te gaan. En dat is vaak dan ook gewoon een wijs besluit. Dus wij zijn nu met z'n tweeën en dan gaan ze lopen mutsen. Maar goed, we hebben inmiddels weer de stap gevonden. En gaan kijken hoe de rit is. Ja, en hoe ver we komen. En hoe ver we komen. Nou, terug lukt altijd prima. Ja. Dus dat scheelt. Hou jij haar hoofd maar een beetje naar links. Want ze is steeds naar rechts aan het kijken voor weet ik er wat. En je wimp, zeg maar je rechterbeen een beetje erbij. Er staan hier wel bordjes, hè? Ja, kijk maar. Nou, ik denk het niet, maar... Oh, dus dan gaan we, moeten we die kant op? Ik ben blij dat we toch even gestopt zijn. Ja. Anders waren we weer fout gereden. Ik ben blij dat we zijn toch goed. Ik ook, maar ik kon nu beter opletten omdat ik gewoon op mijn beugels kan staan. Gisteren kon ik er bijna niet bij. Vond ik het zo moeilijk met paard rijden dat ik weinig grip had op Vrona. Dan heb ik het te druk om naar paaltjes te kijken. Maar zulke dingen gaan we ook goed. Ja? Ja. Alleen nog een keer. Ja, het is wel zwaar voor ze dit hoor. Maar het is wel goed voor haar. Goed zo. En hoe lang is dit? 1,1 kilometer. Ja, ook niet zo lang. Net waren we net aan het draven, toen waren we er al. Ja, nou, er stond nog een bordje, want dat is wel anders verkeerde kant. En toen is het gewoon een wandelpad. Dit ook. Het is wel mooi zo. Nee. Ja, mag ook stappen. Hè? Heel even stappen. Dat is goed waar. Ik had het idee dat we gisteren hier ook wel gelopen hebben. Toen gingen we het zeker over. Dat was mooi. Volgens mij gaan we nu richting die hei. Inmiddels zijn we op de hei. Vrij droog, heel droog. Meerdere ruiters hier. Ik kom van de andere kant. Ik ben benieuwd hoe wij straks gaan. Hallo. Oh nee. Kom op, luisteren. Nee. Oh. Nee, die denkt ook. Klaar mee. Ja, ga er maar gewoon langs hoor. Ja. Jij blijft bij de pony. Goed zo, braaf. Kom op. Braaf. Goed zo, braaf. Ik versta je niet. Ligt het nou aan mij of ligt het echt heel? Nee, hij ligt keurig. Dit is heide, ja.
er staat wel een windje, dat scheelt. Ja, Verona vindt open vlak dus eng. Ja. Daarom is het goed om toch te doen. Bos vindt ze wel oké, maar die open vlak dus, dat is haar ding niet. Geen heidepony. Geen prairiepony. Zeg je? Ik vind het eigenlijk wel mooi, ik zie hier geen huizen. Nee, er zijn hier geen huizen, want hier is niet echt lekker wonen, denk ik, in die warmte. Of in de kou, of in de nattigheid. Zullen we stoppen? Want ik denk dat zij wel heel moe aan het worden is. Braaf, braaf. Ja, vind ik leuk? Goed zeg. En stop. We zijn hard gegaan. Het stop. Laat haar maar even lekker, want ze loopt daar even eigen die. Lekker hè? Ja, het is zo heerlijk. Goed zo. Even... Staat hij aan? Wat? Staat hij aan? Ja. Heb ik toch nog ingelopen op een knopje kunnen drukken? Volgens mij is het ook wel het snelste groen die we ooit zijn geweest. Ja, maar goed, we hebben hier alle ruimte, er is niet zoveel afleiding. Ik zie niks in de verte, dus dan kan je ook wel ietsje sneller een keertje. Ja. Leuk? Ja, heel erg. Cool. De glimlachje toch wel pony. Yay. Je pony glimlacht ook. Ja. Is ook happy aan het zijn. Ja, maar het is een hoop indrukken, twee van die buitenritten. Ergens anders slapen. We zijn weer terug van onze buitenrit. Hoe was het, Tess? Leuk. Nee, zin gehad? Ja. Goed zo. En ze waren hartstikke braaf uiteindelijk. Ja. De vrouw moet nu gewoon heel hard werken, kijk maar. Want anders hou ik Bel er niet bij. En Bel is een beetje moe. Dus ik laat vrouw aan de teugel lopen. En dan stapt ze een stuk rustiger dan dat ik haar nu loslaat. Dan kan Tess het niet bijhouden. We laten Verona ietsje harder werken, maar die mag straks natuurlijk gewoon ontspannen. Nou, we hebben Kimmetje wel gemist, maar toch was het wel erg leuk. Er komen er fietsers, dus we moeten even oppassen. Ik weet niet wat de mensen willen. Nou, niks. We gaan via het Ruiterpad. Dan zijn we zo meteen weer terug bij het hotel. We gaan paardjes lekker afspuiten. En... ja, wat eten geven denk ik maar even. Ja. Dan gaan ze nog even de wei op. Dan gaan wij lekker lunchen. Gelukkig is er bewolking. Dan is het niet zo heet in de wei. En dan gaan we naar huis. Ja. Verkeerde kant. Dat dus. Dus. Het weekend zit er helaas weer op. We hebben het heel gaaf gehad. We zijn wel een beetje moe. Ja, we hebben wel even lekker gegeten nog, maar eerder dat we terug waren. En nu is het 4:15. We hadden vanmorgen ontbeten en ik denk dat we om, 4:15, ik denk dat we om 3:00 terug waren of zo. Iets in die geest. 2:00, 3:00. Nou ja, in ieder geval heel erg leuk gehad. Jammer dat Henja een wondje had, anders dan had het nog leuker geweest. Maar we hebben een heerlijk weekend gehad, denk ik zo, hè? Ja. En nu weer naar huis. Ja, helaas wel. Ja, paardjes zijn ingeladen, dus we gaan. Nee, kijk, zie je het nou eens. Ze staat er voor altijd op. Dat is waar, maar en ze zit er ook in nu gewoon. Ja, we gaan. Doeg! Doeg.